heb je vakantie. En wat doe je dan als eerste? Dan ga je een museum bekijken. En niet zomaar een museum, we zijn hier bij het Munch Museum in Oslo. En de reden dat ik hier ben, is omdat hier al de tentoonstelling van Gogh en Munch te zien is, die in het najaar pas in Amsterdam te zien zal zijn. En omdat wij in het najaar met jullie groepen allemaal daar naartoe gaan, moeten we eerst even voorbereiden uiteraard. Dus geen moeite gespaard, we gaan nu eerst even kijken hoe het is. Ik ben heel benieuwd. En straks als ik ben geweest, zal ik eventjes een kleine update of een preview geven van wat ons dan later in het najaar te wachten staat. Veel plezier alvast! Mastodonten van de moderne kunst, de vaders van het moderne schilderen, Van Gogh en Munch naast elkaar. Het zijn allebei op zichzelf natuurlijk al heftige schilders en wat gebeurt er als je die naast elkaar zet, komt het twee keer zo hard binnen, zoals ik net al eventjes zei. Hele interessante expositie. Deze twee schilders kennen in hun leven en in hun werk veel overeenkomsten, maar het mooie is, doordat ze het zo mooi naast elkaar plaatsen, op basis van die overeenkomsten, wat juist opvalt, zijn de verschillen. En wat mij betreft, het is natuurlijk geen wedstrijd, maar wat mij betreft is Van Gogh de grootste dichter van het geheel. En is Munch degene die het hardst en het meest rauw bij je naar binnen komt. Heel erg de moeite waard. Het was een prachtige preview, vond ik al. We gaan er verder mee aan de slag in de tussentijd. En in september gaan wij met u graag mee naar Amsterdam om deze expositie in het echt te gaan bekijken.